eventjes over het uploaden van een stempel. Stel, jij hebt heel veel leuke stempels en die wil je graag met de machine uit laten stansen of uit laten snijden. Dan gaan we naar uploaden en dan zorg je ervoor dat jij een mooie afdruk hebt gescand of een foto hebt gemaakt van jouw afdrukje en die staat dan op jouw computer. Nou, dan ga je naar afbeelding uploaden. Gaan we even bladeren. Dan pak ik hier die afdruk. Dit is dan een scan van de afdruk die ik gemaakt heb. Dan kun je hier kiezen voor simpel, want het is gewoon een zwart-wit plaatje. En dan gaan we naar doorgaan. Nou, ik ga even kijken wat hij doet als ik achtergrond verwijderen kies met mijn Cricut Access abonnement. En dan zie je eigenlijk al dat ik in één keer klaar ben en die afbeelding heb opgeruimd. Nou, ik ga één keertje terug. Niet iedereen heeft Access nog. Ga ik naar selecteren en dan kun je met jouw toverstafje drukken op de plek waar jij de achtergrond weg wilt. Nou, deze afbeelding die heeft niks qua gesloten lijnen, dus vandaar dat hij in één keer alles weghaalt. Behalve het snaveltje hier. Als je op voorbeeld van bijgesneden afbeelding drukt, dan zie je of je alles gedaan hebt. En dan zie ik hier dat ik de teentjes nog eventjes moet doen. Ik kan eventjes wat inzoomen zodat ik het wat beter kan zien, wat beter kan mikken. Die nog. En volgens mij hebben we nu alles wel. Voorbeeld. Nee, nog één teentje. Die. Voorbeeld. Ja, volgens mij is alles nu wel aardig opgeruimd. Zo. Drukken we op toepassen en doorgaan. Dan kun je hem opslaan als afbeelding snijden of als afbeelding printen en snijden. Nou, deze ga ik opslaan als printen en snijden, want dat is bij de stempels eigenlijk altijd de bedoeling. Want je wilt ze later nog gaan inkleuren. Selecteer je hier die afbeelding bij je uploads. Toevoegen aan Canvas. En je hebt je digitale stempeltje hier staan. Nou, ik werk het liefste met een grijs canvas. Ik zal gelijk even laten zien waarom. Ik wil hier een lijntje omheen met de offsetfunctie. Even kijken of die pakt. Ja. Nou, dit is op zich wel oké, denk ik. Zo. Die kan ik op wit zetten. En dan zie je dat je het verschil niet goed ziet meer. Dus vandaar dat ik altijd naar het leeg canvas vakje ga. En dan bovenin naar het vakje kleur maak ik mijn canvas grijs en dan zie je exact wat er gebeurd is. Nou, je ziet nu gaten in die witte laag en dat moeten we niet hebben. Dus we selecteren de offsetlaag eventjes in het lagenpaneel. Ja, die staat natuurlijk op printen en snijden, dus die gaan we eventjes op standaard snijden zetten. Wordt die even een andere kleur, maar dat veranderen we zo weer. En dan kiezen we ervoor om alle contouren te verbergen. Dan is alleen de omtrek nog aan. Maken we hem weer wit. En nu kunnen we het geheel selecteren. Op lagen vastmaken drukken. En die afbeelding is klaar. Nou, nu kun je hem dus naar je printer sturen. Kun je hem later in gaan kleuren met, ja, met welk medium je ook wil gaan kleuren. Potloden, stiften, noem maar op.